Het startschot klinkt. Henk Reuring schiet het mannenpeloton weg en de wedstrijd in het veld is een feit. Een aardig peloton, ondanks het ontbreken van een aantal namen zoals Carlo Timmerman, Chris Pijnariens, de kerstverse kampioen marathon, Rob Harris, Sjoerd Huisman. Gaat het toch een mooie race worden. Normaliter is Gary Heckman de te kloppen rijder hier in het veld, maar er staan meer mannen op het verlanglijstje van de zege. Roy Boeven gaf al aan een scorerecht te willen zetten, dus dat beloofde wat. Het wegdek eerst nog nat, droogde snel op en de heren konden in de finishstaat verzekerd zijn van een lekker windje in de rug. Hetgeen tevens betekende dat op de achterkant van het parcours de wind tegen zat, om het nog maar eens wat moeilijker te maken. Een kopgroepje van drie man had zich losgemaakt. Ingmar Berger, Christijn Groeneveld en Sjaak Schipper, zij reden weg. Helaas moest Sjaak later afhaken en na nog een aantal ronden was het de berensterke Berger die solo verder reed om als zodanig ook de finish te bereiken. Was dit gepland? Dat was helemaal niet echt zo de bedoeling, maar ik denk zet de demarage in en ik voelde me op zich goed. Ik wist gewoon dat ik wel weer een van de betere was vandaag. Alleen dan, ik had zo vroeg, was niet in de planning. Ik had Christijn liever wat langer mee gehad. Maar op een gegeven moment moest hij los en dat was net toen het peloton wat dichterbij kwam. Dus toen dacht ik, dan moet ik gassen en het was gewoon alles of niets. Maar ik had niet verwacht dat ik het zou halen. Nee, want onderweg zagen we je toch de handjes op de knieën. Maar je kon goed doorgaan. Ja, klopt. Kijk, handjes gaan op de knie omdat ik moe ben. Maar ik weet als ik moe ben, dan kan ik nog heel hard rijden. En zie ik bedoel op het NK ook, Christijn liep niet eens heel ver uit. Terwijl ik al veel werk had gedaan. Dus geef wel aan dat als je verrot bent, dat je gewoon lang door kan gaan. En dit was wel heel lang met de klinkers erbij. Ja, want het is een zware race. Moeilijke keuze denk ik qua wielen, want ja, het was droog, maar het parcours was nog nat. Ja, nee, eigenlijk rijd ik niet op een nat wegdek. Daar heb ik gewoon gigantische pest aan. Maar bij Ibo worden wel harder gemaakt en die zeggen gewoon rijden en die zeuren. En er waren nog een paar mannen het Hoogveen aan het kijken, dus ik was wel verplicht om te rijden. Dus dan pak je ook nog zo'n mooie overwinning ook. Ja, toch doet het een klein beetje zeer, want ja, die van zaterdag, die had je natuurlijk liever gehad. Ja, absoluut, maar dit geeft gewoon aan.